Goedenavond, zegt de gastvrouw van Gaucho's grillrestaurant. Heeft u gereserveerd? Jazeker, antwoordt Maarten. Op naam van de graaf. Maarten de Graaf. Ze tuurt op een apparaatje. Volgens het naambordje op haar uniform heet ze Kaylee. Kaylee schat ik op een maatje 36. Knap hoor, als je bij Gaucho's werkt. Ik heb uw reservering gevonden. 9 personen, toch? Ja, het zijn er iets minder geworden, zegt mijn man. De gastvrouw monstert ons gezelschap. We hebben op uw verzoek de grote tafel bij het raam voor u vrijgehouden, meneer de Graaf. U bent met 4 personen. Met 6, zeg ik snel. Ik verwacht nog 2 collega's. Mijn telefoon gaat. Ik vis hem uit mijn tas. Kim grijpt de gelegenheid aan om haar WhatsApp-gesprek met Mandy op te pakken. Jesper leunt verveeld tegen de muur. De oproep komt van Wilma. Dag vrouw, we zijn net binnen bij Gaucho's. Lukt het met je met het parkeren? Sorry Yvonne, ik ga het niet redden. Ik word net gebeld over een ongeval met een kerkuil. Een kerkuil in nood, natuurlijk. Dat kan er nog wel bij. Ach jee, zeg ik. Guttata of Alba? Vermoedelijk een Guttata. Hij schampte de voorruit van een auto op de A2. Je weet hoe laag ze vliegen als ze op jacht zijn. De bestuurster is gestopt en vond hem op de vluchtstrook. En ze brengt hem zo naar de opvang. Ik zie haar daar. Moet je er echt niet heen? Vraagt ze gebeten weten in. Kun je niet Rut sturen? Nou, die is al onderweg naar jou. Iemand anders dan? Als ik wanhopig klinkt, komt dat omdat ik dat ben. Mijn moeder belde om 5 uur af. Je vader ligt met griep op bed en ik heb het de hele dag aangekeken, maar je weet hoe mannen zijn als ze ziek zijn. Hij doet alsof zijn laatste uur heeft geslagen. Ik wil hem niet alleen laten. Als Wilma ook niet komt, bestaat ons gezelschap uit 5 personen. Dan vier ik mijn 40ste verjaardag met mijn gezin en Rut. Het kan haast niet erger en niet ongemakkelijker. Ik ga een vreemde op een zwaargewonde kerkuil loslaten, zegt Wilma beslist. Kom je daarna nog, als je klaar bent? Reken niet op mij, ik moet nu weg. Fijne avond. Maarten en de gastvrouwen kijken afwachtend aan. Een van de collega's is helaas verhinderd, deel ik mee. Ze moet een kerkuil redden. De Tito Alba Guttata. Het huidige status op de rode lijst. Kwetsbaar. Een tafel voor 5 is voldoende. Dan kan ik u de plek aan het raam helaas niet aanbieden. Het is erg druk, ik heb net een groot gezelschap weggestuurd, zegt de gastvrouw licht verwijtend. Maarten recht zijn rug. Luister eens, Kaylee. Mijn vrouw is 40 geworden vandaag. Het is een bijzondere avond. We willen een mooie plek. Wat kun je voor ons regelen? Achter ons staan al 2 nieuwe gezelschappen te trappelen. We houden de boel op. Het liefst zou ik rechtsomkeerd maken en naar huis gaan, maar dat kan niet. Ik ben jarig. Het is feest. Volgt u mij maar, zegt de gastvrouw. Ze neemt ons via een smalle trap mee naar de eerste verdieping. Ook daar is het stampvol. Het plafond is verlaagd. De muziek staat te hard. Te hard naar mijn smaak. De gastvrouw wijst naar een tafeltje voor 4 in de hoek. Daar kan ik een stoel laten bijzetten. Is dit het beste wat je in huis hebt? Vraagt Maarten. Ze knikt, verontschuldigt zich en laat ons aan ons lot over. Kim wringt zich tussen de rijen tafels door, ploft neer in de aangewezen hoek en gebruikt de spiegelfunctie van haar mobiel om haar lipgloss bij te werken. Mag ik vast brood met kruidenboter bestellen? Vraagt Jesper. Ik verrek van de honger. Kijk eerst even goed om je heen, zegt Maarten. Dan kun je later aan je kleinkinderen vertellen hoe de economische crisis aan het einde van 2012 eruit zag. Zit er hier iemand te verrekken van de honger? Hij slaat zijn arm om mijn schouder. Schat, dit is niet wat ik voor je in gedachten had. Zullen we naar een ander restaurant gaan? Je hebt zoveel afzeggers, het mag wat kosten. Ondanks alles glimlach ik. De geur van gegrild vlees vermengt zich met die van vers gebakken patat en prikkelt mijn neusgaten. Je hebt me al verwend met een diamanten ring. Deze tafel is prima. Laten we lekker gaan zitten. Het gaat om het eten, niet om de ambiance. Als Rut een kwartiertje later arriveert, hebben wij een mandje met stokbrood en kruidenboter op en zijn we aan de tweede begonnen. Maarten en ik drinken rode wijn. Jesper mocht een biertje. Kim wil cola light. Wilma is aan het vechten voor die Guttata, vertelt Rut, terwijl ze haar jas uittrekt. Maarten schuift een stoel voor haar bij. Onze gastvrouw heeft zich niet meer op de eerste verdieping vertoond. Hij verkeert in shock, heeft verschillende verwondingen, eentje aan zijn kop, die behandelt ze als eerste. Als we allemaal voor hem willen duimen, of we allemaal voor hem willen duimen, vroeg ze. Ze laat een foto van het slachtoffer zien die Wilma via WhatsApp heeft verstuurd. Zonder iets te proeven slik ik mijn stokbrood door. Al is het mijn werk, het blijft naar. Dit is geen Guttata, dit is een Alba, constateer ik. Rut trekt haar rechterwenkbrauw op. Zeker weten, kijk maar naar die witte borst. Het is de Alba. Zeldzamer dan een Guttata. Laten we hopen dat hij het overleeft. Ik zou het niet fijn vinden als mijn 40ste verjaardag de sterfdag van de Tito Alba Alba werd.
Perfect voor Facebook, zei Rut enthousiast. Onze eerste Alba. We hebben al een frittata. Ik hou acuut op met het smeren van een nieuw stukje stokbrood. Rut, ik wil niet dat je deze foto plaatst. Als we de Alba redden en hij ziet er netjes uit, dan mag hij op onze pagina. Eerder niet. Die foto van de dode Grutto vind ik ook verschrikkelijk. Die moet je weghalen. Hij krijgt anders behoorlijk wat likes, zegt Rut. Als je eruit wil springen, moet je iets bijzonders brengen. Zo werkt het op het internet. Ze zegt het op een neerbuigende toon, alsof zij meer kaas van heeft gegeten dan ik. Ook een glaasje rood, vraagt Maarten. Liever bier, antwoordt Rut. Maarten staat op om een ober te zoeken. Ik heb wat pagina's van andere stichtingen bekeken. Allemaal duffe plaatjes van kwikstaartjes, babyvleermuisjes, egeltjes, dat werk. Daar wordt toch niemand geil van? Jasper en Kim kijken verbaasd van Rut naar mij en weer terug. Sinds wanneer moeten onze donateurs opgewonden raken van onze pagina? En sinds wanneer raken mensen opgewonden van foto's van gewonde vogels? Rut grijpt een stuk stokbrood uit het mandje, smeert er een dikke laag kruidenboter op, stopt het in één keer in haar mond en likt haar rechterduim af. Terwijl ze koud en slikt, haalt ze een pakje sigaret uit haar jaszak. U mag hier niet roken, zegt Jesper. Zeg jij maar jij, schat. Ze reikt over de tafel om Jesper in zijn wang te knijpen. Sta eens op. Te overdonderd om te weigeren, schuift hij zijn stoel naar achteren en doet hij schutting. Schutterig wat hem is opgedragen. Kijk nou toch wat een lekker joch. Rut heeft een zware stem. Het kettingroken eist zijn stoel. Je wordt al een echte kerel. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan morgen naar de opvang en als die Alba nog leeft, maken we een foto van jou met dat beest in je armen. Een lekker ding met een lekker dier. Dubbel prijs. Ze steekt een sigaret op. Je mag weer gaan zitten hoor. U mag hier niet roken, herhaalt Jesper. Die grill produceert meer giftige dampen dan ik. Er ligt beneden een halve koe aan te branden. Ruiken jullie dat niet? Waar blijft mijn biertje? Komt eraan, zegt Maarten, die net aanschuift. Je mag hier niet roken, Rut. Jezus, zijn jullie van de EO of zo? Rut drukt haar peuk uit in de kruidenboter die nog lang niet op was. Er verschijnt een ober aan onze tafel met het bier voor Rut en twee glazen wijn voor Maarten en mij. Kan ik uw bestelling opnemen? Doe maar de grootste biefstuk die je hebt. Hij mag lekker rood, zegt Rut. Onze zwaarste biefstuk weegt 1000 gram, mevrouw. Dat is 1 kilo. Weet u het zeker? Kim begint te giechelen. Klinkt meer als een biefstuk voor mijn moeder. Die krijg jij wel weg, hè, man? Je moeder is jarig. Zij mag als eerste bestellen, wijst Maarten Rut subtiel terecht. Waar heb je trek in, schat? Ik heb mijn keuze al lang gemaakt en uit mijn hoofd geleerd. Vooraf de Argentijnse selectie van chorizo, empanada en gamba. Als hoofdgerecht de ossa's met de champignon truffelsaus. Medium rare. Ik wil 3 bijgerechten. Een portie grove handgesneden friet. Een gegrilde maiskolf en een gemengde salade met mosterddressing. Gefeliciteerd met uw verjaardag, mevrouw, zegt de ober. Hoeveel gram mag uw ossa's wegen? Ik twijfel tussen 3 en 400. Je bent 40. Doe 400 gram, beslist Maarten. Wat je niet op kunt, leg je maar op mijn bord. Oké, dat was het. Terwijl op het eten wachten, jagen we nog een mandje stokbrood met kruidenboter doorheen. Maarten vond het afhankelijk geen goed idee om onze maag vlak voor het diner met brood te vullen. Maar toen Kim klagerig opmerkte dat er geen appeltaart klaar stond toen ze uit school kwam, ging hij overstag. Hij had zelf intussen ook trek gekregen, gaf hij toe, terwijl hij over zijn buik wreef. Dat wil ik nog vragen, zegt Jesper. Waarom is er geen taart? Er is altijd taart op verjaardagen. Ik had het te druk, lieg ik. Op mijn Facebookpagina stonden zoveel felicitaties dat ik er niet aan toe kwam. Reageren op felicitaties doe je nooit zelf, nooit op de dag zelf, zegt Kim hoofdschuddend. Het staat ontzettend suf, alsof je niks beters te doen hebt. Je had een appeltaart moeten bakken en die op Facebook moeten zetten. Beter nog, een collage van 3 foto's. Eentje van de ingrediënten op het aanrecht, een tweede van de springvorm, in de oven en een derde van het eindresultaat. Daarmee had je punten gestoord bij 34 vrienden. Ik weet niet hoe ik een fotocollage moet maken. Ik weet alleen hoe ik een appeltaart moet bakken. En hoe ik hem moet laten mislukken. Heb je maar 34 vrienden op Facebook? Heb je profiel net aangemaakt of zo? Vraagt Rut. 35. Ze hoort me niet en zet haar lege bierglas op tafel. Even ben ik bang dat ze een boer zal laten. Rut is overal toe in staat. Komt je vriendin nog? Die dikke met die katten. Hoe heet ze ook alweer? Nooit had ik zo naar mijn voorgerecht gesnakt als nu. Wat zijn bediening bij Goud zo traag vandaag. Marna kon helaas niet komen. Haar lievelingsnichtje ligt op sterven. Kanker. Heeft ze je dat wijsgemaakt? Vraagt Kim. Ze is bij Wicked, mam. Ze heeft een foto gepost. Daarop staat ze met een of ander met een paardenkop voor de ingang van het theater. Zeg, houd haar mobiel voor mijn neus. Is dit haar stervende nichtje? Ik maak er een averend gebaar. Paardenkop. Rut kies de telefoon nieuwsgierig uit. Kim schaam. Bedoel je die lange blonde? Best een knappe dame. Lijkt op die ene uit Sex and the City. Kim kijkt met haar mee.
Sarah Jessica Parker bedoel je? Ja. Die hoed staat leuk per de jas, vindt Ruud. Sommige vrouwen hebben dat. Die kunnen alles aan. Moet je bij mij niet proberen. Mijn beste vriendin schrijft Ruud het er nog even in. Ook lullig. Had ze niet een andere avond naar Wicked kunnen gaan. Ze mogen het voorgerecht laten zitten. Ik hoop op een acute migraine aanval, zodat ik één excuus heb om mijn feestje te verlaten. Laat je ring nog eens zien, mam, zegt Jasper. Jasper, ik schenk hem aan dankbare glimlach. Deze heb ik van Maarten gehad, zeg ik. Zeg ik terwijl ik mijn arm uitstrek. Het is een echte diamant. Sowieso, dat is een vette jongen, vindt Rut. Mooi hoor, en wat hebben jullie aan je moeder gegeven? Vraagt ze de kinderen. Die beginnen te grijnzen. Kijk, ik ontwaar onze ober met een groot dienblad op de trap. Daar komen de voorgerechten eindelijk. Voor ik het vergeet, dit is van Wilma en mij. Rut pakt een envelop uit haar tas. Misschien is het de winteraanbieding. Zwemmen met dolfijnen. Ik heb op de opvang ook wat hints in die richting gegeven. Nieuwsgierig scheur ik de envelop open. Er zit een wenskaart in met op de voorkant een foto van een snoezig grutteljong. In een weiland dat zijn snaveltje uitsteekt naar een wit veldbloemetje. Wilma heeft deze kaart uitgezocht. Dat kan niet anders. Maak nou open, zegt Rut ongeduldig. De ober loopt al straal voorbij. De gerechten gaan naar een andere tafel. Die mensen kwamen later binnen dan wij, constateert Jesper geïrriteerd. Kim pakt haar mobiel. Maarten ziet het door de vingers. Als ik de wenskaart openvouw, valt er iets uit. Ik raap het van de grond. Het is een boekenbon van 20 euro. Op de voorkant staat een grijze heer. Vermoedelijk een schrijver. Al zou het ook door een staatsman kunnen zijn. Ik ken hem van De Wereld Draait Door. Gedistingueerd figuur, spreekt altijd heel netjes en is dito gekleed, alsof hij uit een andere eeuw komt. Verdriet, geluk, jaloezie, moord, overspel. Een ander meesterlijk de mond snoeren. Als lezer wil ik aan alles medeplichtig zijn. Lezen is 1000 levens leiden. Adriaan van Dis. Het lijkt op een haiku die Mona had kunnen maken. Een ander meesterlijk de mond snoeren, dat zou ik wel willen leren. Medeplichtig aan moord en overspel zou ik niet willen zijn. Ik hou me liever verre van zulke duistere zaken. 1000 levens leiden lijkt me dodelijk vermoeiend. In één leven al een opgave. Je houdt toch ook zo van boeken, vraagt Rut. Jawel, antwoord ik, terwijl ik me probeer te herinneren wanneer ik voor het laatst een boek heb gelezen. Oh ja, ik weet het al. Afgelopen voorjaar heb ik Zomerslang met Sonja tot me genomen. Van Kim gekregen voor Moederdag. Zomerslang ben ik er niet van geworden. Maar dat kan Sonja niet helpen. Schat van een vrouw, die Sonja. Heel positief en altijd zonnig. Zelfs toen ze ging... Heel positief en altijd zonnig. Zelfs toen ze ging scheiden, behield ze haar goede humeur en haar figuur. Bewonderenswaardig vond ik dat. Haar kinderen waren nog hartstikke jong. Dat is toch sneu. Als ik haar was, had ik me die ene scheid aan Sonja dag na de andere gepermitteerd. Wat is dat Couchos achteruit gegaan? Maarten begint ongeduldig te worden. Ik wacht nog 5 minuten en dan ga ik er wat van zeggen. Wanneer mijn Argentijnse selectie eindelijk arriveert, schrok ik de chorizo, empanada en gamba en razend tempo naar binnen. Gelukkig hoef ik even niet te converseren. Ook de rest van mijn gezelschap verorbert het voedsel in stilte. Pas na de laatste kruimel realiseer ik me dat ik alle wetten van de mindfulness heb overtreden. Hoe mijn voorgerechten eruit zagen zou ik amper kunnen vertellen. Want ik heb geen enkele hap met de nodige zorg en toewijding bestudeerd. De chorizo lag links, de gamba rechts en de empanada ergens in het midden. Ze smaakte pittig. Ik neem een grote slok wijn om mijn mond te blussen. Ik zit vol. Kim schuift het bord van zich af. Ze heeft de helft van haar carpaccio op. Die kipfilet komt nog, zegt Maarten. Jammer dan, ik zit vol. Had je niet zoveel brood moeten eten? Ik heb maar 1 stukje genomen. Dat klopt. Een flinterdun sneetje zonder boter, want Kim lust geen boter. Ik houd sowieso niet van zuivelproducten. Sinds kort is daar een weerstand tegen koolhydraten bijgekomen. Alsof de keuken na de valse start wil bewijzen dat ze best tempo kan houden, worden de hoofdgerechten pal naar de voorgerechten geserveerd. Rut wil nog een biertje. Jesper stort zich op zijn spare ribs. Het joch wordt met een dag breder. Kim snijdt de kipfilet zorgvuldig in reepjes die ze over haar bord heen en weer schuift. Maarten heeft de truc nog niet door.
Ik wel. Snijden is iets anders dan eten. Vandaag ben ik jarig. Opvoeden kan morgen weer. Mijn ossehaas is verrukkelijk. Veel ging mis vandaag. Dit niet. Dit malse stuk lende verdient mijn volle aandacht. Wat heb je nou van je kinderen gekregen? Vraagt Ruud, terwijl ze 3 eetlepels zure room in haar gespleten gepofte aardappel kwakt. Ik leg mijn bestek neer, neem een slok wijn en gluur even naar Maarten, die zijn ribei rijkelijk besprenkelt met chimichurri. Iets heel origineels, antwoord ik. Hoe heet het ook alweer als je een idool ontmoet? Een meet and greet, helpt Kim. Nou, dat staat me dus te wachten. Een meet and greet met Nick, de bekende Volendamse zanger. Maarten concentreert zich op zijn vlees. Ruud pakt haar aardappel. Nick is toch niet je idool? Dat is Simon. Je hebt het altijd over Simon. Ze trekt een gezicht naar de kinderen. Jullie moeder is me er eentje hoor. De eerste eend die ze redde, heeft ze Simon genoemd. Weten jullie dat ze nog steeds boterhammen voert? Ze beweert dat hij haar herkent. Dat ze een band hebben. Dat is ook zo, zeg ik zacht. Simon is een prachtige Anas Platyricos. Hij zwemt altijd meteen naar me toe. Een haantje de voorste is die. Hondsbrutaal. Soms trekt hij het brood met zakje en al uit mijn vingers. Simon bijt de hand die hem voert. Hij mag dat, ook al doet het pijn. De echte Simon was veel te duur zeker, zegt Ruud. Nick zal ook een lieve duit gekost hebben. Maarten verslikt zich in een hapje ribeye met chimichurri en begint te hoesten. Hij loopt rood aan. Jesper klopt hem op zijn rug. Mijn man fladdert hulpeloos met zijn armen. Kim reikt een glas water aan, brengt het naar de mond van de vader en giet wat naar binnen. Maarten slikt. De hoestbui neemt enigszins af. Zodra hij er weer toe in staat is, drinkt hij de rest van het glas leeg. Nou ja, Nick is vast ook leuk. Ga mijn collega onverstoorbaar verder. Wanneer is het zover? Volgende week zaterdag, zegt Kim. Ik heb nog geen ja gezegd, vrouwtje. Hij is al betaald. Als je niet gaat, is het weggegooid geld. Wat vind jij ervan? Vraagt Rut aan Maarten. Geld weggooien is zonde, antwoordt hij ogenschijnlijk neutraal. Over mijn nagerecht hoef je niet lang na te denken. Het wordt een coppa e vita peron. Ofwel een koek vanille-ijs met karamelpasta, aardbeien, chocoladesaus en slagroom. Zou dat Evita's lievelingstoetje zijn geweest? Toch eens vragen aan de ober. Ze heeft in ieder geval diepe indruk achtergelaten. Anders wordt er geen nagerecht in Gauchos naar je vernoemd. Ik weet weinig over Evita. Behalve dat Argentinië niet om haar hoefde te huilen. Vond ze nergens voor nodig, want ze had haar land nog nooit verlaten. Ik zou het ter afwisseling wel eens leuk vinden als er iemand om mij zou kunnen huilen. Ik kan me niet heugen wanneer dat voor het laatst is gebeurd. Jammer. Rut klapt haar mobiel dicht. Einde oefening. Ik krijg net een sms van Wilma. Wat zeg je? Ik ben zo verdiept in Coppa e Vita dat het nieuws niet tot me doordringt. De karamelpasta is verrukkelijk. Daarvan alleen al zou ik een hele coppa lusten. De kerkuil. Cassie Weide. Cassie Weide, herhaalt Kim. Gestorven, legt Maarten uit. Er wordt me werkelijk niets gegund vandaag. Heb ik even een opleving, volgt er meteen een domper in de vorm van een dode Alba. Ik kijk op mijn horloge. 12:20. Hoe laat is het gebeurd? Vraag ik Rut. Wat maakt het nou uit? Ik wil het weten, zeg ik scherp. Hoe laat is hij overleden? Ze deinst een stukje achteruit en heropent haar telefoon. Hi Wilma, nog even over die L. Ik lees net je bericht. Treurig, ja. Niks aan te doen. Hoe laat ging die dood? Yvonne wil het per se weten. Ik weet niet waarom. Oké, bedankt. Tot morgen. En, vraag ik gespannen. Net na 12:00, zegt ze. Opgelucht en dankbaar sluit ik mijn ogen. Ik verberg mijn gezicht achter mijn handen en leun met mijn ellebogen op tafel. De uil heeft gewacht tot mijn verjaardag voorbij was. Hij heeft zijn lijdensweg verlengd om het mijne te bekorten. Wat een edel gebaar. Misschien is mijn connectie met vogels sterker dan ik dacht. Misschien dienen uilen als voertuig voor mij, zoals Linda Shea als voertuig dient voor dolfijnen. Kerkuilen als kompas. Het zou fantastisch zijn, gezien alle levensvragen die ze aan me opdringen. Mijn beste vriendin liet geen woord van zich horen op de dag dat ik 40 werd. Mijn man verloor zijn seksuele interesse in mij. Mijn kinderen gaven een cadeau waarop ik niet zat te wachten. Mijn buurvrouw ontzegde me de toegang tot haar hond. Hoe dien ik deze naaste vanaf heden tegemoet te treden? Stoïcijns, gepikeerd of opgelucht omdat hun daden duidelijkheid verschaffen over de status van onze relatie?
Als de Alba het weet, mag hij het zeggen. Gaat het, mam? Vraagt Jesper voorzichtig. Laat je moeder maar even, zegt Maarten, terwijl hij me over mijn rug wrijft. Zal ik de rekening vragen, Yvonne? Drinken we thuis koffie. Eerste minuut stilte voor Tito Alba Alba, zegt Schoor, die juist jammerlijk om het leven is gekomen na een noodlottig ongeluk op de A2. Ruud opent haar mond en sluit hem als ze ziet hoe Maarten langzaam haar hoofd schudt. Na de korte herdenking laat ik Wilma per sms en Ruud mondeling weten dat ik de kerkhuil zal afleggen en begraven. Ga je gang, het is jouw feest, zegt ze, terwijl ze opstaat en haar jas aantrekt. Mag ik hem nou wel of niet op Facebook posten? Dat hangt af van zijn toonbaarheid en van hemzelf, van het teken dat hij mij zal geven. Maar dat verzwijg ik voor Ruud. De weg naar huis leggen we in stilte af. Jesper en Kim sukkelen tegen elkaar in slaap op de achterbank. Als we langs de woning van Henny rijden, stel ik me voor hoe zij nu met Arie in haar twijfelaar ligt. Het is niet goed om je hond in je bed toe te laten. Niet alleen uit hygiënisch oogpunt, ook omdat hij lager hoort te liggen dan zijn baas. Anders kan hij dominant gedrag gaan vertonen en ongehoorzaam worden. Ik heb geprobeerd Henny op dat punt te heropvoeden, maar ze wilde het niet van me aannemen. Ik ben heus niet vies van mijn eigen hond, zei ze gepikeerd. Hij maakt me elke ochtend wakker, dan geeft hij mama kusjes. Hè, Arie? Geef mama eens een kusje. Toe dan. Ze haalde over naar de terrier die naast haar op de bank lag. Wat in feite ook niet mag, als je de verhoudingen in de roedel serieus wilt nemen. Arie stond op, rekte zich uit en lepperde Henny's lippen af. Ik heb hem net uitgelaten. Arie beschouwt uitwerpselen van soortgenoten als een delicatesse. Hij likt ervan en eet ervan. Een hardnekkige gewoonte. Hij had zich te goed gedaan aan de verse hoop van een labrador uit de straat. Dat moest hij niet toch merken. Mijn buurvrouw pakte Aris kopje beet en kuste hem terug. Hij besloot te zwijgen. Wie was ik om tussen mens en dier te komen? Henny is bij lange na niet de enige vrouw die zo'n innige band onderhoudt met haar viervoeten. Victor en Rolf liggen s'nachts stevast aan Mona's voeteneinde. Henny heeft geen man, Mona ook niet. Zouden vrouwen die met dieren slapen mannen afstoten? Of zouden vrouwen die geen man hebben het ter vervanging met dieren doen? Ik werp een blik op de diamant aan mijn vinger en kijk dan naar Maarten, die onze Citroën geroutineerd achteruit inparkeert. De kinderen zijn in diepe rust. Maarten en Kim hebben allebei gelijk gekregen. Niets is veranderd en niets zal ooit meer hetzelfde zijn. 40 is niet het nieuwe 30. 40 is de nieuwe Yvonne. Mijn buik, ik weet het niet. Kim, je ziet hem zo goed. En die riem is enorm. Vertwijfeld sta ik voor de spiegel. Op de grond in Kims slaapkamer liggen lege tasjes van de Zara. Een vrouw die ik niet ken, staart terug. Ze draagt een zacht groene wikkeljurk, daaronder een legging en hoge vetelaarsjes. Een brede leren riem stuwt haar borstpartij omhoog. Het is allemaal volgens de regels. Wat je nu aan hebt, is perfect voor een peer. Trini en Susanna zeggen ook dat je je taille moet benadrukken. Die vormloze vesten waar jij normaal in rondloopt, doen je figuur echt geen goed. Ik heb geen taille, ik ben een en al blubber. Je hebt wel een taille. Dat is dat iets smallere deel tussen je buik en je borsten. Die riem benadrukt het. Het staat je geweldig, echt. Dus ik hoef eigenlijk niet af te vallen. Papa vindt het ook onzin. Van hem hoef ik niet op dieet. Kim plant haar handen in haar zij. Zo lijkt ze nog slanker, mijn kleine wesp. Je weet waarom hij dat zegt. Zodat hij dan zelf ongestoord kan blijven uitzakken. Ik heb hem laatst verouderd met zo'n fotobewerkingsprogramma. Het resultaat wil je niet zien, man. Geloof me. Iedereen zakt uit, vrouwtje. Daar is niets tegen te doen. Ik neem een hap ontbijtkoek waarop ik een laag roomboter heb gesmeerd. Lekker smeuïg. Onzin. Hij kan minder eten, meer sporten. Oké, hij wordt steeds kaler en daar kan hij niks aan doen. Behalve implantaten nemen, maar die vindt hij te duur.